Jawel, mensen. Hier zijn we weer met een gloednieuwe aflevering Koken met Bilal en... Izzel te shizzel. Welkom, ja, man. Hey, Bilal. Bilal. We zijn vandaag met... Hoe heet hij? Izzel. Abdullah. Nee, joh, het is geen Abdullah, man. Wat is dit nou? Hoe heet hij? Zeg dan. Koffer. Nee. Hoe heet hij? Izzel. Zeg eens. Izzel. Maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Hey, dames en heren, welkom bij het video. Dus even rustig, man. Sorry, dames en heren. Dit is weer niet de intro die ik had. Nee, joh. Vies. Ja, ik ben hier met mijn broeders, Brahim en Bilal. Hey, maar kan je een beetje koken of niet? Ik ga het proberen. Huh? Ik denk wel dat ik het kan, maar ik ga het proberen. Ja, maar om te koken gaan we eerst... Onze handen wassen. Broer, hoe kan je je handen wassen als je nog niet eens boodschap hebt gedaan? Oh ja, klopt. Maar corona toch, corona. Huh? Corona. Oh, oké. Dames en heren, we gaan boodschappen doen. Kijk mee naar deze aflevering, wat ik beloof je. Veel vuur. Letterlijk en figuurlijk. En vergeet niet te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. En op deze manier. Vergeet niet opnieuw te kijken. Ja, helpt dat? Ja, tuurlijk man. Extra views. Oké. Okay. Jalla, Bidda. Wij zijn echte. Nee, wij zijn geen schapen. Strijders. Bidda, wij zijn echte. Oké. Okay. Wij zijn echte. Mannen. En wij geven iedereen alleen maar. Licht. En wij zeggen altijd. Positiviteit. Kom. We gaan boodschappen doen. Kom. Pak hem bij zijn benen. Kom, we gaan boodschappen doen, Bilal. Kom. Kom. Ja. Hoe gaan we? Gaan we zo lopen? Ja, die kant op. Kom. Heel Ibrahim, wai wai. Heel echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brahim. Oké, dames en heren, we zijn hier in Leiden. Ja. Ja, we gaan lekkere boodschappen doen. Ja, toch? Maar je broer, je moet hem in de gaten houden, want het gaat nu al verkeerd, hè? Oh, hey, nee. Wacht, gek. Als je hem zo laat, neemt hij gewoon mee naar huis? Broer. Bilal, we moeten hier naar binnen. Wat gaat deze man doen? Broer, je kijkt naar hem alsof het een goed idee is. Laat hem zijn ding doen. Hè? Huh? Nee, dit is niet handig. Dit is niet handig, vriend. Kom, we leggen hem terug. We moeten boodschappen gaan doen. Ik zie zo dit werk doen, broer. Ja, ik ga hard werken, man. Oh. Ja, hij doet zelf al boodschappen. Nee, genoeg. Wat ben je aan het doen? Bilal, kan niet. Kom, nee, stop. Genoeg, stop. Kom. Oké, we gaan naar binnen. Ja, kom, we gaan naar binnen. Ruikt lekker, man. Ja. Nee, wat doet hij nou? Broer, we komen net binnen. Bilal. Nee, Bilal. Wacht. Oké, wacht. Stop. Kijk. Wat ben je nou aan het... Wacht even, laten we eerst even afspraak maken met elkaar. Nee. Oké, stop. Stop even, wacht even. Nee, wacht. Wij moeten eerst even praten, vriend. Wacht. Eerst afspraak. Alleen afspraak. Luister. Eerst even wachten. Let op. Kijk, we gaan even rustig boodschappen doen. We gaan niks pakken wat we niet nodig hebben. Ja? Vraag eens even aan Izzel wat we gaan koken. Wat gaan we koken? Soep. Gaan we pasta maken? Pasta? Ja?
goed, we gaan pasta maken. Bila, we maken net een afspraak. We maken net een afspraak. Bilal heeft honger. Oké, wat hebben we nodig voor pasta? Pasta? Ja. Van vlees, kip, dat soort dingen. Ja? Hoeft niet. Nee. Hoeft die pasta zonder vlees? Ja. Hola? Dat is ook lekker. Ja? Hé, je wil niet weten wat voor pasta ik kan maken. Kijk, het is de eerste product wat hij pakt, ja. Wat we echt nodig hebben. Is het goed? Ja? Oké, dus deze gaan we eten? Ja. Ja, wacht dan. Wacht eens. Wacht even, binnen. Wacht even. Wat anders, hè? Ja. Zit het vak? Broer, dit is boodschappen doen met Willem. Willem, klaar. Geen geld meer. Kom gaan we. Hij doet wat hij wil. Ik heb hem gepakt. Ja? Ho, nee. Nee, stop. Nee, kijk uit. Kom. Gaat vallen. Dit gaan we nemen dus. We hebben pasta, we hebben champignons. Ja. Paprika. Wat doe je? Wat? Nee, Bilal. Bilal, stop. Wat doe je? Dit is toch echt? Dan ga weg hier met je echte mannen. Goed zo. Genoeg. Kijk uit. Ja, nu ga je echt stoppen, vriend. Nu ga je echt stoppen, Brit. Klaar. Ja, maar binnen, kan niet. Stop! Go away! Oei, dat slaat. Kijk uit! Oh, nee! Genoeg, stop! Oké, nu is het genoeg. Nee! Binnen! 4 flesjes! Wegwezen hier! Jalla! Nee! Wortel hebben we niet nodig, toch? Wacht, binnen, kom eens hier! Binnen! Dus, nee! Dat is normaal, joh, gek! Dat is normaal, joh, kom, leg terug! Geef eens hier! Ja, man. Nee, kijk, je laat vallen! Kom, niet doen! Stop! Mensen, kijk! Rustig, man! Kom! Rustig! Nee! Nee, niet laten vallen! Nee! Niet laten vallen! Geef. Kijk, je krijgt tegen je hoofd zo, hè, die ander! Ja, gaat echt gooien, hè? Oh, man. Nee. Ja, mag we gaan afrekenen. Nee, kom eruit. Kom eraf. Kom. Nee, kom. Nee. Kijk uit, Bille, alsjeblieft. Kom, alsjeblieft. Nee, wat denk je zelf? Bille, kom. Nee, jawel, kom. Kom, die vrouw moet achterwerken. Nee. 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 Kom, wegwezen. Kijk die vrouw. Kom. Kijk, alsjeblieft. Kom. Goed zo. Oké, kom. Kom, alsjeblieft. Nee. Hier, kijk eens. Kijk wat hier staat. Niet toegestaan. Strafloos, hè? Ja. Ik ga pasta maken. Twee is genoeg, denk ik. Twee? Smeen je dat of niet?
Broer, één knoflook. Voilà, broer, jij zat dat je kan koken. Ik ben Turks. Eentje is genoeg. Pio zuipen! Hij zuipen. Lekker zuipen. Oké, kijk eens aan. Love man. Leftig man broer. Ja man, net boodschap gedaan. Voor wat? Voor pasta toch? Toch Willem? Pasta. Ja? Jelle, kom. Wil jij iemand blij maken met een zelf samengestelde groente of fruitmand? Bestel of kom langs bij Valerie. Want echte smaak beleef je. Ja, vriend. Bilal, zwaai. Gaan we zwaaien? Oké, waar zijn de boodschappentassen, broer? Hier achter, man. Oké. Zo. Wat? Oh, we hebben veel dingen gehad. Kan ook niet anders. Oké. Kom stop even af. Kom Bilal. Kom. Gaan we alles uit de tas halen? Ja, tuurlijk. We gaan mee beginnen. We hebben een snijplank nodig, toch? En dan mes hebben we daar. Paprika. Knoflook. Kijk, knoflook. Knoflook zijn we vergeten. Wat doe jij dan, je gek? Nee. Oh, die wordt heet. We doen hem hierin, man. Ja, hierin? Ja, die pasta. Zeker? Ja, 100%. Oké. En dan... is goed. Laat maar aan mij over. Zo? Ja, is genoeg. Ja? En dan dit zo. Hey, ik ben chef-kok, hè? Ik merk het, oké. En dan nu? Alleen ik leef nog in... Gastijd. Ja. Zo? Ja. Oké. En wat gaat hiermee gebeuren? Hier gaan we die pasta ingooien. Met... water. Water? Ja, we gaan die pan vullen met water. Deze ook. Kijk eens! Huh? Die ook? Ja broer, jij bent de baas. Ja man, die ook. Hè? Huh? Oké. We gaan alles erin gooien. Kijk hè. Nee, wat zit je aan? Zijn dit genoeg ui of moet er nog eentje? Nee, is genoeg man. Hoe lang? Maar we moeten wel in kleinere stukjes. Ja? Jij houdt niet van grote stukken ui? Nee. Mag ik er heel even bij? Ja, tuurlijk. Wat kunnen we pakken? Allahu akbar, Allahu akbar, sallallahu ilallah, subhanallah. Wat moet ik nu doen? Vullen met water, alleen... volgens mij is dit te veel. Ja? Ja? Moet ik even terugleggen. Milo, ik denk dat wij vanavond thuis gaan eten, vriend. Heet je zeg maar Izzo of is dat gewoon jouw... is mijn artiestennaam. Oké, maar hoe heet je? Mijn naam ja? Is Furkan. Ja, echt? Of is het jouw... Ja, dit moet aan man. Ik weet niet hoe die ding werkt. Hey, serieus. Deze man zit gewoon te roeren zonder dat hij door heeft. Ja. Oké, maar hier. Hoeveel moet hij staan? Ja, 4 is goed. Ja? Maar moet je dan
Ja, hij moet gewoon hier liggen. Oh, wacht, ik help Bilal eventjes, want hij weet niet wat hij moet doen. Ik help hem wel. Kom Bilal. Kijk, kom. Ik zou voor hem, zeg maar, door het midden snijden. Ja, kom Bilal. Hij heeft mijn haar vast. Kijk, en nu kijk. Snijd. Werk je? Nee, hij moet wassen toch? Ja, klopt. Deze man heeft eigenlijk nog nooit gekookt volgens mij. Nee joh, nee. Ah. Bilal mag. Nee, wacht, we moeten eerst wassen. Hier, ga maar wassen. Wassen doe ik altijd aan het eind, man. Ik ben de chef-kok thuis. Hè. Ik kook voor iedereen, voor mijn ouders. Ik merk het. Hoe ben je eigenlijk begonnen? Met films maken. Bij jou? Ik zat een keer thuis, je weet toch. Ik kreeg nooit aandacht van mensen. Nooit eigenlijk. Toen dacht ik, hey, weet je wat? Ik ben grappig, want ik voel mezelf gewoon gevatten. Ja? Alleen maar was je zeg maar grappig in de klas of? Nee, gewoon alleen in mijn kamer. Zag ik bijvoorbeeld iemand een filmpje maken, dacht ik gelijk, hey, dit kan beter, dat kan beter. Waarom doe ik dit niet zo? En toen ben ik zelf begonnen. Kan toch niet? Er zit gewoon hier dit soort dingetjes tussen. Oké. Okay. Broer, ik zeg je eerlijk, ik heb nog nooit gezien dat iemand pasta zeg maar opwarmen is in zo'n pan. 30 pannen, maar hij in zo'n pan. Kijk, die rook komt al. Dat betekent... Wil je deze hierin doen? Ga je koken? Kom. Ga je koken? Wat? De knoflook. Mm. Wat doen we daarmee? Tomaatjes. Wat gaan we met die tomaatjes doen? Ik weet niet, broer. Jij haalt tomaten. Die gaan we ook erin gooien, man. Ook hierin? Ja. Maar de saus, waar is de saus? Dit is die saus. Dit gaan we gebruiken. Als het klaar is, wacht, je gaat zien. Joch, wat? Was je meen dat dit de saus is? Ja, man. Extra. Je gaat zien hoe lekker die is. Maar broer, hier kan je geen pasta mee maken, broer. Ik bedoel, pasta saus. Oh, ik heb geen pasta saus, man. Ik vraag me, mijn broer. Dan gaan we die met tomaatjes maken. Ja, toch? Oké, Kom, Bilal. Kom. Oké. Okay. Hey, jongen, ik zit hier met twee mensen die gewoon totaal niet kunnen koken. Hier, saus, zie je? Dit gaan we gebruiken als saus. Nee, broer, gewoon nee, die kan echt. Yoghurt. En nu? Kunnen we niet gewoon die normale tomaat gebruiken als saus? Ja? Hoe dan ook, we gaan dit vandaag eten. En genieten. Hé, hey, maar op school? Hoe deed je het op school altijd? Was je een slimme jongen? Ik ben een slimme jongen, maar niet met boeken. Op school ging ik alleen maar dromen. Gewoon zat ik zo... Gewoon veel dromen, man. Maar wat heb je gedaan op middelbare school? Oh. Middelbare school? Nee, dat is even normaal, joh, gek. Bilal, rustig, man. Wat een gek, zeg. MBO. MBO-opleiding. MBO? Ja. Weet maar je wat middelbare school, middelbare school. Oh, middelbare school. Wat deed ik? VMBO? VMBO-kader. Weet je wat dat is? Ja, tuurlijk. Ja. Dat deed ik, man. Hoezo vraag je aan mij of ik weet wat dat is? Ja, ik weet niet, man. Misschien hebben we dat niet in... ik dacht... Misschien hebben we dat alleen in Amsterdam of zo. Ik weet nou niet of iemand dat voor de gek houdt of niet, of dat het serieus is. Dat weet niemand. Dat is mijn kracht. Waar loop je nu tegenaan, zeg maar? Wat zijn dingen waar je echt tegenaan loopt?
Stel, ik ben een paar dagen lang bezig met een script. Een script schrijven. Editen, dit, dat, opnemen. En dan deel ik die video. En dan gaat hij niet hard. Word ik helemaal gek. Ga ik naar mijn kamer. Draai ik me om. Weer toch naar de muur. Sta ik zo. We gaan niet alles gebruiken, toch? Is te veel. Goddamme. Hey, wow. Wassen? Moet je kip wassen? Ik weet niet, maar moet je kip wassen? Ik weet niet, broer. Jij bent de kok hier, wij nodigen jou uit, zeg maar. Ik heb nog nooit kip gemaakt in mijn leven, man. Wallah. Vlees wel, maar... Wallah, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dat iemand gewoon niet checkt, doet zijn huiswerk niet. Zegt, beloof dat ik kan koken. Zeg maar, het is de bedoeling dat mensen wel iets kunnen maken. Deze zit gewoon kip snijden. We weten niet eens wat met die kip gaat gebeuren. We zitten met een saus, kacang saus. Ik weet niet wat... Deze man weet niet wat er vergiet is. Er zit gewoon deze water in. Kan toch niet, Ola? Dit is echt... Broer. Je gaat zo zien. We gaan even testen. Nou, maar meen je dat serieus? Je wil niet weten hoe lekker. Wat? Wil je ook? Ja, hij is aan het kijken of het goed is. Maar binnen... wil jij echt niet binnen. Is lekker, hè? Gaan we hier gooien. Ja? Lekker alles. Ja. Huh? Lekker alles. Wacht eens binnen. Wacht even. Nee, even wachten. Je hebt een mes in je hand, dat is best gevaarlijk. Wacht eens. Oké, nog drie. Chef kok. Mijn joh. Kijk. Joh. Ja. Nee! Gevaarlijk, nee. Hè? Gevaarlijk, hè? Ja, hij vindt het erg. Nee! Te laat, man. Misschien wordt hij nog lekkerder. Broer. Maar zo lekker even fel. Klaar. Kom, Biller. Kom hier. Luister dan, maar dit kan echt niet, hè. We hebben geen saus, we hebben niks. We hebben soep. Herrera. Geloof me, we gaan lekker eten. Huh? We gaan lekker eten straks. Nee, broer. Kip kan niet zomaar... broer, dit is kip, hè? Maar we gaan toch zo mixen? Ja, oké, maar je hebt hier geen kruiden. helemaal niks. Oh ja, klopt. Hier. Hierin. Nou. Klaar. Is te veel, klaar. En nu, wacht. Dit ook. Denk ik. Vleeskruiden. Hey, we gaan hem gewoon gooien, man. Dit ook. Genoeg. Genoeg? Ja. Is goed. Wat heb je echt onderschat? Het is niet makkelijk. Ja, de bekendheid. De aandacht. Ja? Ja. Op straat. Is alleen de paprika doe je? Ja, is genoeg toch? Maar is dat alles? Oké, kies jij eentje, ik gooi erin. Ja? Huh? Kies jij één pot hier, ga ik erin gooien, één bakje. Alsjeblieft. Als du niet alsjeblieft. Toch? Ham thuis. Sorry.
Dit. Genoeg. Is te veel. Ja, veeg. Goed zo. Willen, willen, kan niet, dat zijn. Klaar. Volgens mij is dit te veel, man. Pasta is klaar, hè? Huh? Pasta is klaar. Hij wacht op ons. Elkaar. Elkaar. Ola, dit heb ik nog nooit weggemaakt. Hondelbaar. Nee, maar hoe lekker, man. Kijk maar, besef, broer. Er zit tomaat. Met paprika. Uien. Champignons. Ja. Maar die tomaat, zeg maar, ertussen, dat kan echt niet. Ja, die tomaat begrijp ik ook niet. Huh? Staat hij niet aan? Oh nee, man. Ojo. Hij staat niet eens aan. Nee, man. Nee. Soep, dit, ja. Nee, Willem, niet doen. Volgens mij kunnen we eten, man. Ja? De kippen zijn klaar, toch? Oké. Oh. Nou, dames en heren. Ik, ja, ik zeg eerlijk, broer. Ik ga nog niks zeggen. Maar alleen al door die rook van die... Ik weet niet wat je in die kip had gedaan. Dat zegt niks. Je moet eten. Oké, we gaan kijken als Bilal of Bilal het goed vindt. Als hij... Bilal, jij mag proeven en moet jij zeggen of het lekker is of niet, oké? 3, 2, 1. Lekker? Lekker, goed. Hier zeer. Nu kunnen we ook eten. Toch? Lekker, toch? Lekker, hè? Oh, ik kan echt goed doen. Het is mijn eerste keer in de keuken, hè? Hoe heb jij het ervaren? Het was een leuke aflevering. Ola? Ja, man. Het was mijn eerste keer in de keuken en ja, ik zit nu al vol. Hey mensen, vergeet niet te abonneren op Isley. Zijn YouTube kanaal, Instagram, TikTok. Deze man gaat hard. Respect voor hem, ik moet er echt altijd kapot om lachen. Dankjewel man. Dus support hem, link in de beschrijving. Daarnaast, ja, vergeet ook niet op onze kanaal te abonneren. En wil je nog meer dit soort video's zien, schrijf even trouwens in de comments wie jullie willen zien. Want ja, dan gaan we diegene connecten. Bilal! Gaat goed? Lekker? Wat moeten de mensen doen? Abonneren, want wij zijn echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Are? Love mensen. Are Vedeshi. Of a cliff.